Dit is juist als je een van de fucking gare chick hebt, dus je denkt dat ze daar te praten niet doen. Hey, ik ben Thomas. En ik ben Kai. En dit is de Style 20 van Concentrate. In de vorige video heb je kunnen zien dat we langs gingen bij Blueprint. En daar heb ik de Style Must Have zonnebril opgehaald. En die heb jij op. Ik heb hem ervan? Ja, ik vind hem vet. Vooral het montuur. En de glazen vind ik wel een beetje heftig. Maar wel heel tof. Jij hebt iets bedacht om met deze zonnebril te gaan doen. Ja, ik heb een hype gezien. In Amerika vooral. Het heet de CD Glasses Flip. Je hebt er 2 cd's voor nodig. En dan moet je zo'n ding doen en dan gaan die dingen dus zo. Het is heel ingewikkeld. Maar in Nederland is dat nog niet heel erg bekend. Dat vind ik jammer. Dus ik vind dat we het hier iets bekender moeten gaan maken. Ja, we zijn op een mediapark en hier loopt natuurlijk heel bekend Nederland rond. En als we hun mee kunnen krijgen in deze hype, dan gaat het lukken. Precies. Oké, dus je hebt de zonnebril heb je zo op. De glazen of de cd'tjes zitten aan de zijkant, zodat ze zo kunnen gaan. Het enige wat je hoeft te doen is dit. En dan zit hij zo. En dan zie je er heel gek uit. Ja, en dan kan je weer terugklappen. Hoppa. Nou, laten we gaan. Ja. Het is wel een mooi gebouw hier, gek. Zitten we BNN nu? Nou, daar moeten sowieso genoeg bekende gezichten rondlopen. Ik denk het ook. Hier zit er al eentje. Volgens mij is dat Sander. Ja hoor, Sander. Hey man. Ja man. Zou je ons willen helpen? Ja. Je ziet het al een beetje aankomen. Het heeft iets te maken met deze mooie bril. Ja, ik heb er al van gezien en gehoord. Ik ben benieuwd of het werkt, of ik het ook kan. Ja? In Amerika is het super groot. Het is een hele trend. En in Nederland wil het voor een of andere reden nog niet echt gaan werken. Het komt er niet echt in rollen en weet ik het wat. Dus daarom zijn wij hier nu om deze shit real te gaan maken. Ik ga je voordoen hoe het moet. Komt ie. Ja? 3, 2, 1. Oh. Jippie. Oké, okay, knipoog dit. Wacht even. Ja, het ziet er wel cool uit. Denk je dat je het kan? Ik denk het wel. Is dit de goede beginpose? Nee, volgens mij niet. Dit gaat al verkeerd. Ja, precies. En dan moet je ze even inklappen. Juist. Zijn we er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. 1, 2. Nou, daar gaat het zon. Ging niet zo heel goed. Je ziet het, iedereen kan het. Hoppa! Ja, hij heeft hem. Sander, je gaat heel lekker, ik weet het. Maar zou je hem even af willen zetten? Ja, even. Het gaat om de bril zelf. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Want dit is de must-have zonnebril van nu. En dan eigenlijk zonder de cd's. Ja, dat is gewoon een hele toffe bril dit. Ik zou hem zelf willen hebben. Jij zou hem zelf willen hebben? Ik zou hem zelf kopen. Ja. Hey, om deze trend groot te laten worden, hebben we een beetje backup nodig op social media. Ja. Zou je jouw cd-flip op jouw social media willen delen? Ja, natuurlijk. Als jij nou die cd-flip doet, en dan pak ik even jouw telefoontje. Ja, dat is goed. En dan maak ik een mooi filmpje van jou, hoe jij de cd-flip doet, weet je. Hoppa! Hey. Helemaal spijzen dit. En we zijn bij BNN, zijn er nog meer mensen hier aanwezig? Ja, kom mee. Oké, cool. Let's go. Nou, genoeg mensen. Hey Domien, we zijn hier voor een reden. Ja. We hebben namelijk een nieuwe hype uitgevonden. Super groot in Amerika, nog niet zo groot in Nederland. Het heet de CD Glasses Flip. De zonnebril op, 2 cd'tjes. En dan word je een of andere power of zo. Oké, dus je doet hem zo aan de zijkant? Ja, ik heb een idee. Je gaat het proberen. Pak even jouw telefoon. En dan gaan we meteen even Snapchat opnemen. En dan kijken of jij hem ook in één keer kan doen. Ik tel hem af, ja? 3, 2, 1. Ja! Oh nee, half. Ja, jawel. Ja. Hey, bedankt. Tot later. Veel plezier met je showtje vanavond. Dankjewel. Wat nodig hebben. Tim. Timmy. Hoe heet de hype überhaupt? De hype heet, hoe heet de hype? Marcella, hoe heet de hype? CD Glasses Flip. Het heet de CD Glasses Flip. Hij moest het vragen aan het productiemeisje. Hij weet het ineens. Als ik nou even de telefoon pak en dan maak ik even Snapchat voor je. Dan heb je meteen meegedaan aan de hype, ben je er meteen vanaf. Ja, alleen als ik de tekst erbij mag zetten. Jij mag de tekst erbij zetten. 3. 2, 1. En in één keer goed ook. En je kan ook weer terug. Oh yeah. Dit is juist als je een of andere fucking gare chick hebt. Dus je denkt dat ze staat te praten. Dat je denkt, nee. Je kan eruit zetten. Ja, zo, klaar. Geblokt. Later. Ja, kutwijf. Ja. We noemen het de anti-lelijke bitchbril. Dat is veel beter. Hey, wat? Oh, je stinkt een beetje uit je mond. Ik wil het gewoon uitzetten. Oké, nou, dan noemen we het nu de anti-lelijke vrouwenbril. En in één keer goed. Mensenbril. Maar wat vind je zelf van deze bril verder? Dit is wel een prima brilletje trouwens. Hey Tim, thanks dude dat je eventjes de hype mee hebt gedaan. Hij staat op je social media. Leuk dat je keek, prettig. Hier zit 538 en Slam FM, toch? Ja. Ja. Nou, er zal ook wel iemand rondlopen. Ja, ben je wel eens geweest of niet? Ik ben hier nog nooit geweest, nee.
ik wel, dus ik weet wel, ik heb een klein ideetje waar de grote jongens zitten. Die zitten volgens mij daar ergens. Yo man. Was lekker? Lekker man, met jou. Heerlijk. Hey vriend. Kijk jongens, er is een nieuwe trend in Amerika. En dat is de CD Glasses Flip Glasses Challenge. Hoe heet die? Ja. Nee, ik voel hem. Jij hebt vast je telefoon bij je. Ik heb mijn telefoon. En jullie ook trouwens. Ja. Dan gaan jullie één voor één gaan jullie ook de CD Glasses Flip doen. Zo noemen we hem nu? Hij is zo, ja. De CD Glasses Flip Challenge. Oké. Oké, ik sta in een club. Is dat een beetje het idee? Dus ik heb het idee alsof ik in een club sta. We willen muziek. We doen even muziek, ja. Ik sta in een club. Rens en ik staan in een club. Rens is de vrouw. Rens is de mooie vrouw. Ja. Maar niet echt mooi, want ik vind hem niet heel mooi. Dus eigenlijk wil ik hem niet zien. Maar ik sta los te gaan en Rens komt heet in mijn aandacht. Oh ja, ik ga... Mijn aandachtsvlak. In je aura. En dan is het dus... Komt ie. 3, 2, 1... Oké. 3, 2, 1... In die club en... Oh! Rejected! Moet je die naam even niet wat makkelijker maken? Ja. Want als je wil dat dit een raars gaat worden, moeten we het wel even een Nederlandse naam voor geven. Je hebt natuurlijk gewoon de condom challenge. En bij die condom challenge zit ook water en shit, maar dat benoem je helemaal niet in de challenge. Het is gewoon een CD challenge. Het is een CD challenge. CD challenge. Hey jongens, het gek dat jullie hebben geholpen met dit groot maken. Maar als we het echt groot willen maken, moeten we natuurlijk met z'n allen reclame maken. Dus roep mensen op. Allemaal doen op social media zetten. Dit is toch wel, even eerlijk, is toch wel het meest productieve kwartiertje wat we ooit hebben gehad, of niet? Ja. Het meest productieve kwartiertje uit mijn leven. Ja, denk ik dat ook. Ja, dus altijd zo moeilijk er tussendoor overheen. Uit jou. We hebben nu een hoop BN'ers gehad, maar wie kunnen we nog meer vragen? Ja, ik zat een beetje te denken aan gewoon onze eigen Matties. Ik kan wel even die gasten van Zeus bellen. Dan bel ik die zomaar een boys op. Wel even binnen. Ja. Beetje koud. Als we ze nou gewoon even skypen, dan hebben we meteen beeld. En dan kunnen ze de CD Flip Glasses Challenge doen. Dat vind ik leuk. Stefan. Ja. Hey! 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 Hey. Hoe is het? Goed met jou? Ja, lekker. Hey! Hoe is dat om een bril te hebben? Toen ik op de basisschool zat in groep 6 had ik een bril, dus ik weet dat echt niet meer. Oh, ja, zo lang heb ik al. Dat is lang terug. Oh, oké, die van mij zit. Ja. Van mij ook. 3, 2, 1, go! Hey man, je hebt wel goed gedaan. Wacht, die van mij terug. Hey Lotto! Lotto! Hallo! Nee, je hebt hem al thuis lopen oefenen ofzo, of niet? Zeker weten. Kijk eens aan. Waarom heb je voor deze bril gekozen? Omdat hij goedkoop was, denk ik. En ik had de zonnebril nodig. Ik heb moeite met zonnebrillen te vinden die mij staan. En ik vond deze, naar mijn eigen mening, me toch wel staan. En ik vond een soort van deze glazen wel cool. Dan is het toch gauw goed voor mij. Dat zijn een beetje van die glimmende glazen die deze must-have zonnebril ook heeft. Ik ben heel benieuwd. Zullen we aftellen? Ja, ik tel wel af en doe jullie hem tegelijk. Ja. Oké. Okay. Ja. 3, 2, 1, ho! Woe! En weer terug. Ga je dit ook delen op social media, zoals Snapchat en Instagram, zodat we met z'n allen deze hype kunnen verspreiden? Ik ga het nu meteen doen. Hey man, dankjewel. Ja, graag gedaan. Thanks dude. We gaan deze hype samen groot maken. Dat is volgens mij gelukt. Ja. Hey, later. Hey, later. Later. Ja, heel bekend Nederland heeft nu meegedaan met deze nieuwe CD Flip Challenge. Ja. De 3FM DJ's, de Slam FM DJ's. Tim Hofman en mijn wortelboer. Rotjoch. Rotjoch op je beeldscherm. Ja, we hebben iedereen meegekregen. Dus, wie weet wordt dit nou in Nederland ook de nieuwste grote hype. En de must-have zonnebril heeft in ieder geval heel goed zijn werk gedaan, want daarmee gaat het perfect. Wil je meer inspiratie en stijlvideo's zien? Check dan concentrate.nl. Check ook even Instagram, Facebook, Snapchat en Twitter onder concentrate.nl. En natuurlijk wil jij meedoen aan deze fantastische rage, dus plaats jouw poging op social media en doe dan even hashtag concentrate.nl bij. Laat ook even in de reacties weten wat jij denkt dat de hype van 2016 wordt en je moet even abonneren. Ja, dan zien we jou weer in de volgende video. Precies. Yo. Later.